Morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Beef. Ja, MW3, je verwacht het niet. Nee, eindelijk weer eens een keer MW3 en ja, ik had er gewoon zin in om gewoon lekker even MW3 te spelen. Ik wou eigenlijk een beetje een troll video gaan maken, maar ja, potje hiervoor ging het op zich wel heel goed. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon eens even kijken of ik voor de mob kan gaan. En, nou ja, ik zou zeggen, ga gewoon kijken, weet je, wat er gebeurt. Oké, gisteravond heb ik een goed gesprek gehad met degene die xboxtotaal.nl vertegenwoordigt, zeg maar. Het is een tussenpersoon. En hij heeft mij ook weer aangegeven, Jeff, je mag weer een giveaway gaan doen. Wauw, 800 Microsoft punten mag ik weer weg gaan geven. Dus dat is wel heel erg leuk. Ga ik niet nu doen trouwens. Dat ga ik van de week doen. Ik zou zeggen, ik zet het ook niet in mijn titel. Dus het is echt alleen voor de kijkers die altijd heel veel kijken. Het is gewoon tijdens een videootje zeg ik, oh ja, nou weet je wat, ik ga nou even Xbox totaalpunten weggeven. Via xboxtotaal.nl. Ik ben gewoon erg blij dat ze me sponsoren om dit soort dingen te kunnen gaan doen voor jullie. Want het is natuurlijk heel erg leuk als je dat soort dingen kan winnen. Maar goed, daar wil ik het vandaag niet al te veel over gaan hebben. Ik heb gisteren ook een heel goed gesprek gehad met Paul, de King, 77NL. Nou, iedereen kent hem natuurlijk. En ja, zoals jullie weten heb ik met hem ook heel veel, heb ik een aantal dingen toen de tijd gedaan. En dat was MW3 theorie-examen. Die hebben we twee keer gedaan. We hebben een keer een Black Ops 2 examen gedaan. En ja, nou zijn we een beetje klaar met die examens. Want het is echt een heel veel werk. Het is echt gewoon een dagwerk om dat soort dingen te doen. De voorbereiding is ook al een dag. Dus ja, er gaat echt heel veel tijd in zitten. Daar willen we dus niet meer mee verder gaan. Wat we wel willen gaan doen is Trails. Trails Evolution. Gaan we opnemen van de week. Dat gaat heel erg leuk worden. En het wordt ook erg leuk om dat te gaan te gaan opnemen. Ik durf nou te wedden dat het heel erg lachen wordt en dat soort dingen. Ook ga ik wat weer doen met Minecraft, maar daar krijgen jullie nog wat meer informatie over. Maar goed, dat even terzijde allemaal. Ik wil het even gaan hebben over de Xbox One. Of Xbox One, of de Xbox One, of weet ik veel hoe jullie het noemen. Maar die Xbox One. Xbox One wil misbruik en valsspelen tegengaan. Er staat een heel stukje over op nu.nl. En ja, mijn meisje kwam ermee, Sam. En ze zei, Jeff, moet je dit nou eens even lezen? Nou ja, goed, ik denk dat is wel leuk om voor jullie gewoon even om het met jullie eventjes te gaan delen. Ik ga het stukje even erbij pakken. Ik heb mijn meisje erbij gehaald om het voor jullie even een stuk voor te gaan lezen. Want zoals jullie weten, ben ik zo dyslectisch als de pest. Kan ik niet goed lezen. Schrijf ik ook met spelfouten. Maar dat boeit me geen reet. Want ik was wel 4 jaar toen ik mijn eigen fietsband kon plakken. Want ik ben wel heel erg handig. Ja. Nee, goed. Nou, Sam. Het woord is eventjes aan jou. Ja. Nou, vertel nog heel even gauw, want wat ga jij van de week doen? Ik ga van de week zombie opnemen. Ja, de nieuwe zombie mode ga jij opnemen. En dat ga je dit keer solo doen, of? Kunnen mensen zich opgeven als ze goed zijn? Ja, als mensen normaal kunnen spelen en goed zijn, dan kunnen ze zich opgeven om eventueel mee te doen. En anders doe ik hem gewoon lekker alleen. Ja, en wat hebben ze nodig? Een Xbox. Ja, en Skype. Want dat is eigenlijk wat je moet zeggen. Skype. Oké. Nou, dat komt helemaal goed. Als jij even dat stukje wil gaan doen. Nou ja, Microsoft voert geavanceerde maatregelen door om misbruik en valsspelen op de Xbox One-netwerk tegen te gaan. Om zo de spelervaring voor nette spelers te verbeteren. Dat meldt officieel Xbox Magazine. Tegenover OXM zegt Mike Levin, senior productmanager van Microsoft, dat een nieuwe reputatiesysteem in samenwerking met de cloud ervoor zorgt dat de spelers die volgens de regels spelen een betere ervaring zullen hebben. Het reputatiesysteem dat de plaats overneemt van het 5-sterren systeem dat gebruikt wordt voor de Xbox 360, geeft Microsoft de mogelijkheid om spelers die zich niet gedragen te vinden. Als een klein percentage van onze populatie ervoor zorgt dat de rest een verschrikkelijke tijd heeft, dan zouden we die moeten kunnen identificeren. Lavin legt uit dat Microsoft hoopt dat meer spelers online willen spelen terwijl ze communiceren met vreemden.
Daar is volgens de senior productmanager een community van mensen voor nodig die niet elke 10 seconden vulgaire dingen schreeuwen. Met het nieuwe reputatiesysteem zullen volgens Lavin spelers die massaal anderen lastigvallen ook vaker gekoppeld worden aan mensen met de eenzelfde reputatie. Ditzelfde geldt voor mensen die een goede reputatie hebben. Dat was het bericht. Ja, dat is eigenlijk, ja, ik ben er wel eigenlijk wel heel blij mee als ze dit soort mensen gewoon gaan aanpakken. Want vaak zitten ze ook gewoon te boosten en dat soort shit. Nou, ik geef ze altijd aan. Nou, boosten is dat ze gewoon mensen in hoekjes gaan zitten met tactical insertion en weet ik het allemaal. En dan dat ze elkaar door hun kop heen schieten, want dan hebben ze die headshots gehaald. Of ze proberen een MOAB te halen op zo'n manier. Of weet ik veel wat. Nou, dat is heel erg kinderachtig natuurlijk allemaal. Want ja, ik kan absoluut niet tegen vals spelen. Dat weet Sam ook. Want als wij een potje zitten te kaarten en er wordt vals gespeeld, wat doe ik dan? Nou, dan gooi je je kaarten neer. Dan ga je schelden, schreeuwen en dan loop je weg. Ja, dan pleuren die kaarten door de woonkamer heen. Want zo ben ik gewoon. En dan nok ik ermee. En dan speel ik ook nooit meer met hun een potje kaarten. Want zo ben ik gewoon heel hard. Gewoon eenmaal, ik ben er gewoon keihard in. Mensen die vals spelen, dat heb ik ook meegemaakt toen de tijd, toen Team Dief nog bestond. Nou, het is nou een beetje, het ligt helemaal op zijn reet. Ik doe er ook helemaal niks meer mee. Ik ben er ook helemaal klaar mee, want er gaat heel veel tijd in zitten. Maar goed, die mensen, er waren er op een gegeven moment twee, die gingen dan ook boosten, weet je. En dat ging dan om die headshots te maken. Nou, ik heb die gasten heb ik gewoon een goede preek gegeven. Ik heb ze er ook uitgezet en ik was er ook helemaal klaar mee. Dus die maken ook geen kans meer om mee te spelen of wat dan ook. Ik ben er gewoon echt helemaal klaar mee met dat soort mensen. En zo pak ik dat aan. Maar zoals nu ook Xbox One, wat ze gaan doen en als ze dit waar kunnen maken, zal het echt helemaal super wezen natuurlijk. Want ik denk dat je wel, ik denk gewoon dat het een stuk leuker gaat worden ook, weet je, door die aanpak. Maar goed, nog even over de zombieën. Sam, die wil voor jullie een zombie gaan uploaden. En ik denk dat ze eigenlijk wel een beetje de nieuwe zombies wil gaan doen. Of niet? Wil je Kino gaan doen? Of vertel even een beetje over wat jij... Nou, ik heb die nieuwe zombies nog nooit gedaan. En ik wil ze wel gaan spelen. Alleen, Jeff zit heel veel achter de... Je moet even dichterbij, want ik denk dat ze heel slecht hoort. Jeff zit heel veel achter de computer en achter de Xbox. Dus zoveel tijd krijg ik daar niet voor. Maar ik denk dat ik die nieuwe zombie-mappen van de week eventjes ga doorlopen. Kijken wat het is. En dat we dan de nieuwe... Oké, mensen die kunnen zich op gaan geven. Er kunnen er met 3 zijn natuurlijk. Dus we gaan gewoon een giveaway doen om mee te doen. Wat voor mensen zoek je? Ik zoek mensen die samenspelen, die niet schreeuwen, die niet eigenwijs zijn. Gewoon, die goed in teamverband kunnen spelen. En gewoon, niet schelden, schreeuwen, weet ik veel wat, behulpzaam zijn. Ja, en die niet de hele tijd alleen maar voor hunzelf aan hun punten denken. Maar het is gewoon meer, het is een teamspel, je moet het met z'n vieren doen. En als jij dan 1000 punten hebt en de ander maar 50 en je jat al die zombies af, zodat een ander geen wapen kan kopen, dan ben je geen teamspeler. Maar goed, dat bedoelde ze eigenlijk. De gameplay zit er alweer op en we spelen hier al 31 om 5. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken en tot later. Wil jij nou wat zeggen? En een duimpje omhoog natuurlijk, hè. Dat is altijd leuk. Oké. Nou jongens, vergeet ook niet even mij te volgen op Twitter, dan mis je helemaal niks. Ciao. Later.